Dan kom ik bij motie 18, voorzitter. Daar wil ik iets langer bij stilstaan. Want woorden kunnen kwetsen. En wij zijn diep geraakt door deze motie. Emotioneel geraakt, alle drie. En via ons natuurlijk ook al die mensen die in het land al anderhalf jaar bezig zijn om de corona te bestrijden. En ik vind echt dat je niet alles kunt zeggen. Je mag alles zeggen, vrijheid van meningsuiting. Maar beschaving en innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt. En hier staat eigenlijk in dat er dood door schuld is van 30.000 mensen. En nog heel veel andere dingen. Dus ik vind het echt een verschrikkelijke motie. Ik ben er enorm door geraakt, wij alle drie. Maar nogmaals, wij kunnen wel tegen stootje. Maar dit wordt ook gezien door mensen die dag en nacht werken in het OMT, die dag en nacht werken in de gedragsunits, die dag en nacht werken in de ziekenhuizen, die ons adviseren. En ik krijg hier eigenlijk te zien dat die hele strategie de volksgezondheid heeft geschaad, 30.000 doden tot gevolg heeft gehad. Dan ben ik nog bijna geneigd te gaan verdedigen dat er in Nederland relatief minder doden zijn dan in andere landen. Ik denk, nee, dat ga ik helemaal niet verdedigen. Dit is zo belachelijk. Je kunt dit gewoon niet zo doen. En ik vind ook in de relatie tussen Kamer en kabinet dat er grenzen zijn. En ik trek die hier, echt. Dus ik ga die motie ontraden, vanzelfsprekend. Maar ik wil dat er wel bij gezegd hebben. En verder heeft mevrouw Simons het volste recht op een vrijheid van meningsuiting. Die zal ik altijd verdedigen. Maar ik heb dan ook het volste recht om namens het kabinet te zeggen dat wij deze motie echt volledig, maar dan ook volledig uit de bocht vinden vliegen. Mevrouw Simons, bijeen. Ja, er kijken allemaal mensen mee die al anderhalf jaar heel hard werken om er alles aan te doen dat hen door dit beleid opgedragen wordt. En dat doen ze met de beste intentie. Nergens heb ik in de motie beschreven dat ik twijfel aan de intentie van de minister-president. Maar weet u wie er ook meekijken? De nabestaanden van deze 30.000 mensen. De nabestaanden van de mensen die zijn overleden. En nergens in de motie staat de heer Rutte is verantwoordelijk voor 30.000 doden. Wat er wel staat is dat we hebben gekozen voor een strategie waarvan we na anderhalf jaar kunnen concluderen dat er heel veel leed te betreuren valt. En dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn dat een andere strategie tot een andere uitkomst leidt. En als de heer Rutte het wil hebben over beschaving en daarmee impliceert dat ik die zou ontberen, dan ben ik daardoor licht geraakt. Licht hoor, want ik ben niet heel snel geïrriteerd. En dat weet meneer Rutte. Dank u wel. De minister-president. Motie onbeschaafd. Dit doe je niet tussen fatsoenlijke mensen. Wat hier staat is letterlijk, ik kan het niet anders lezen dan dat het kabinet, het beleid, dat zijn wij, maar ook al die mensen achter ons, dat zijn heel veel adviseurs, heel veel mensen die dag en nacht gaan werken, dat die 30.000 doden tot gevolg hebben gehad. Dit land, deze hele wereld, is geconfronteerd met een pandemie. In februari, maart vorig jaar. In de hele wereld zijn heel veel doden te betreuren. Dat is verschrikkelijk. Mevrouw van Ark heeft net toegelicht hoe we gaan proberen daar ook respectvol uiting aan te geven. Maar om de indruk te wekken dat door de gekozen strategie er hier 30.000 doden te betreuren zijn, en alle andere dingen in deze motie, het gaat van mij betreft ver off limit. Voorzitter, als onbeschaafd, je doet dit niet tussen beschaamde mensen. Tot slot, mevrouw Simons. Als ik zo vrij mag zijn. Ik vind het not done dat je koste wat kost vasthoudt aan een beleid waarvan we na anderhalf jaar moeten concluderen. En zeker na het weekend dat hier vandaag ter discussie staat, namelijk het loslaten van allerlei maatregelen met desastreuze gevolgen. Ik vind het onbeschaafd om daar niet de verantwoordelijkheid voor te willen nemen. Ik vind het ook onbeschaafd, voorzitter, om als een motie wijst op 30.000 te betreuren overledenen in dit land, dan vind ik het onbeschaafd om te zeggen, dat mag je niet zeggen, want dat is lullig voor alle ambtenaren. Dat vind ik onbeschaafd. Ik heb net al tegen mevrouw Bikker gezegd, mevrouw de voorzitter, het is een bouten motie en ik sta ervoor. Dank u wel, mevrouw Simons. De minister-president. Mevrouw Simons kan hier heel stoer staan te doen dat ze bouten moties indient. Maar dat betekent nog niet dat die motie kan. Deze motie, nee, zeker kan die. U heeft het volste recht op vrijheid van meningsuiting, dat zal ik altijd verdedigen. Maar dan heb ik ook het recht om te zeggen dat ik dit onbeschaafd vind en dat je dit niet tussen fatsoenlijke mensen doet. En dat dit niet alleen een klap in het gezicht is van ons en wij kunnen ergens tegen. Maar tegen duizenden mensen in het land die in het afgelopen jaar gewetensvol hebben geprobeerd om een pandemie die ons allemaal zou voorkomen, zo goed mogelijk met vallen opstaan, met het maken van fouten in goede banen te leiden. De strategie die Nederland volgt is de strategie die heel Europa volgt. En die strategie is maximaal controleren van het virus. Door zicht te houden op de verspreiding, door de kwetsbaren te beschermen, door de zorg te beschermen. Dat doen alle Europese landen. We hebben niets vreemds gedaan, niets afwijkends. In Nederland is het aantal doden
groot, 30.000, relatief. Als je kijkt met heel veel andere landen, is het aantal dodelijke slachtoffers gelukkig nog iets beperkter dan heel veel andere landen. Dan gaan we allemaal laten evalueren hoe dat precies zit. Maar hier staat dat deze strategie ernstig heeft geschaad en meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad. En potentieel 100.000 Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt. Zoiets doe je niet. Dank. Dus bij deze ben ik klaar met deze motie. Dank u wel. Mevrouw Simons, ik heb u nog niet het woord gegeven, dus dat ga ik nu doen. Tot slot, mevrouw Simons, heel kort en dan gaan we over tot de andere appreciaties. Dank u, voorzitter. Dat is exact wat er staat, omdat dat exact is wat er gebeurd is in Nederland. En het excuus van alle Europese landen doen het zo, dat maakt het nog niet juist. Dat maakt het nog niet goed. Er zijn landen, misschien buiten Europa, die het anders hebben gedaan. En grotere landen, met grotere inwoneraantallen, die minder doden te betreuren hebben. Dat is wat deze motie stelt. En nogmaals, ik vind het, laat ik dat dan eventjes tegen u zeggen, voorzitter. Het indienen van een motie is niet stoer. Ik voel me niet stoer. Ik voel me verdrietig. Ik voel me verdrietig dat dit nodig is. Ik voel me verdrietig dat we hier weer een debat voeren. En dat er weer gereageerd wordt met het ligt aan u. Want uw motie is te boud of te brutaal of weet ik veel wat ik net hoorde. Dit is een motie waarin geen onwaard woord staat. Sterker nog geen letter, sterker nog geen punt. Dank u wel. En de volgende keer, als het er weer op aankomt, dan zal ik weer zo'n motie indienen. Dank en dat wel. Vind ik niet stoer, dat vind ik verdrietig. Dat vind ik verdrietig, met name voor al die mensen die het afgelopen anderhalf jaar hun dierbaren hebben moeten verliezen en via een schermpje op hun computer bij de uitvaart aanwezig mochten zijn. Mevrouw Simons, dank u wel voor. Het niveau zinkt behoorlijk hier. Motie nummer 19 van Haga. Ik moet die ontraden, voorzitter, om verwijzing naar het debat. We willen zo snel als mogelijk duidelijkheid geven, maar deze motie moet ik helaas ontraden. En motie 21 over de motie van wantrouwen, daar ga ik niet over, maar ook die zou ik anders ontraden hebben. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan... Ja, mevrouw Kuiken. We bemoeien wat misschien niet mijn aandeel is, maar ik wil eigenlijk niet zo dit debat eindigen. Want mevrouw Simons gebruikt misschien stevige woorden, maar het gaat haar natuurlijk ook over een strategie die is gekozen waar zij een andere keuze in zou maken. En het kabinet trekt dit zich nu op een persoonlijk niveau bijna aan. En we zijn aan het einde van een lange avond, waar we gevraagd hebben om met elkaar... Heeft u hem gelezen? Ja, ik heb hem gelezen. Maar volgens mij is dit niet de manier waar we nu uit elkaar moeten gaan. Dus, met andere woorden, wat mevrouw Simons ook schrijft, volgens mij zegt zij niet, u bent persoonlijk verantwoordelijk, alleen ik wil een andere keuze maken. En ik doe hier een hele bescheiden poging, terwijl het niet misschien mijn rol is, om te kijken of we op een iets andere manier deze avond kunnen eindigen. Want er zegt hier niemand in het huis dat mensen persoonlijk verantwoordelijk zijn. Zolang de vierde constatering... Dank u wel, mevrouw Kuiken. Ik kan met alle constatering... Dank u wel, mevrouw Kuiken. Ik geef het woord aan de minister-president. Hier. En, ja. En weet je, de motie zal ik altijd ontraden, omdat wij achter onze strategie staan. En de andere constateringen die erin staan, daar zou ik niet op aangeslagen zijn. Dan zou ik de motie ontraden hebben gezegd, hebben we verschil van mening. Maar er staat in de vierde constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel 100.000 Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt. Zolang die constaterende erin staat, kan ik niet anders dan reageren zoals ik heb gereageerd. En dat verander ik ook niet.